Hallo mensen, Poképlay hier en vandaag een nieuwe serie, Smash the Maison. Ik weet het, veel YouTubers doen het al en het is niet origineel, maar ja, dat maakt mij niet uit. Ik moest iets nieuws verzinnen. Dus ik ga vandaag beginnen met, drie overpowered Pokémon. Ik begin met Darmanitan, Azumarill en als laatste Blissey. En ik hoop dat het goed gaat deze keer. Ik ga proberen tot de 5 te komen. En als het echt veel te snel gaat, ga ik gewoon door tot de 10. We zien wel wat er gaat gebeuren. Het is live commentating. Want het is eigenlijk niet mogelijk om het niet live te doen. Kijk, Scizor. Dat zien we graag. Let's go Darmanitan. Flare Blitz. En oh god. He has a berry. Waarom pak ik nou Engels? De berry maakt niet eens uit. Een van de meest sterke Pokémon in heel de game, Darmanitan. Oké, Muk. Ik denk dat je dit niet gaat overleven, jongen. Laten we maar eens kijken. En... nope. Dacht het niet. Oké. Zo makkelijk is de battle Maison soms. Roserade. Misschien is hij sneller. Laten we kijken. Protect. Dat heeft totaal geen reden. Maar dat maakt niet uit. Ik verander even de positie van de camera. Yep. En de serie Battle the Smash the Maison. Sorry, ik kom niet aan mijn woorden. Poison Point. Dat heeft ook echt geen nut ofzo. Maar de serie gaat volledig in Nederlands zijn. Dus sorry voor alle Engelse kijkers. Niet dat ze dit verstaan, maar dat maakt niet uit. En ik probeer tot de 50 te komen. Of in ieder geval zo ver mogelijk. En elk filmpje probeer ik een ander team te doen. We kijken wel wat het wordt. En dat zijn mijn eerste twee battlepunten. Hell yeah. Nou, de volgende. Dit is tegen... geen idee. Zijn naam staat er niet bij. Tegen Joshua. Kijk, dat hou ik van. Zoiets te zien. Want die gaat eraan. Ja, dat gaat erom. Let's go! Bots. Executor down. Darmanitan is dus gewoon te sterk, hè. Steelix. Die kan er wel tanken, denk ik. Laten we kijken. En... oh, nee, niks gezegd. Laat maar. Darmanitan is zo sterk omdat het en een geweldig aanvalkracht heeft. En het heeft ook nog eens de ability Sheer Force. Wat je aanvalskracht, ik weet niet met hoeveel omhoog gaat, maar met een stuk omhoog doet. Maar alle bijbehorende effecten van de aanvallen wel negeren. Zoals Flare Blitz heeft als bijbehorende effect dat een Pokémon burned kan worden. Ik weet niet hoe je dat in Nederland zegt. Maar dat heeft hij dus niet meer. Maar het is echt een geweldig krachtig ding. Niet normaal. Dus dat is dus het tweede alweer. Met één Pokémon gebruikt hebben. Echt. Ik zou het iedereen aanraden om Darmanitan te gebruiken. Het is gewoon te krachtig. Fleutel. Oké. Dat is lastig. Ik ga in mijn Azumarill. En hopelijk doe ik genoeg... ga voor een wateraanval. Doe maar.
Kijk. Dat deed lekker niks. En dan ga ik voor een Playroth. Daarom ga ik voor Protect. Dat heeft geen nut. Verander even de camera een beetje. Zo. En nog een Playroth. Ai, dat gaat nog steeds niks doen, jongen. Playroth. En weg is Floatzel. Floatzel. Ik weet niet hoe je het uitspreekt eigenlijk. Oh, Probopas. Laten we eens voor een waterval gaan. Oh, shit. Ik had voor weten moeten gaan. Sturdy? Niet eens. Maar ja, ik heb Aqua Jet, dus dat maakt niet uit. Helemaal top. Dus... Aqua Jet. En ik land het. Dus dat is helemaal prima. Oké, nou dat was de volgende. Zelf persoonlijk hou ik niet van... Oh wacht, nog een Pokémon. Laat maar. Playrough. Calm Mind, serieus. Maar ik was zo aan het vertellen dat ik zelf persoonlijk niet hou van de Pokémon die ik nu gebruik. Want iedereen gebruikt ze. En dat vind ik niet speciaal, maar... Alsnog. Oh, het heeft het 6. Nou, ik heb Aqua Jet. Ga je nog een keer voor Protect? Serieus, gast. Je weet wel dat dit filmpje langer wordt, of niet? Maar alsnog, ik gebruik ze, want ze zijn... Lekker makkelijk. Ah, natuurlijk. Wat? Ga je er nog eentje? Je bent wel tryhard, of niet? Nou ja. Maar ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik wel namelijk. Goh, serieus. Is toch niet leuk? Je weet dat je al verloren hebt. Wat ga je nog moeilijk doen dan? Je bent echt een kneuze. Kut butler. Toch? Was de butler toch? Ja, dat is wel. Hop. En mijn Azumarill. Oh wacht, het was geen butler. Ja, wel. Nee, niet. Oh, shit. Zo. Ik hoop trouwens ook dat het beeld wel scherp genoeg is. Maar zo te zien is het wel aardig scherp. Oké, nummer 4. Nog 2 te gaan. En ik denk dat ik het ook daar maar bij houd, anders wordt het filmpje te lang. Dat is ook niet leuk. Dus tegen Backpacker Errol. Oké, vreemde naam. Maar oké. Een Dragonite. Ik denk dat ik maar eventjes voor een U-turn ga. Aardig wat. En ik ga in... Naar mijn Azumarill. Oh. Maar volgens mij was ik sowieso wel slomer. Dus dat maakt niet uit. Geen probleem. Dus. Een Playrough. Rock Slide. Paraflinch. Ga je dit proberen? Oh mijn god. Serieus, gast. Hoe sneu. Kom op. Goed zo, Azumarill. Jij weet wat je moet doen. En daar ging de Dragonite. Nou, dat is eentje weg. One down. Oh, Flareon. Ik denk dat ik maar gewoon voor een Aqua Jet ga. Dat is de veiligste set die ik kan doen. Oh. Oh, het is de Sash. Dacht al, wat fuck. Dick, serieus. Gast. Gebruik dan tenminste Earthquake. Of kan je dat niet leren? Nou, dan
Ga ik maar voor een waterval. Ik denk dat het niet eens skilled. Nee, dat bedoel ik. Ah, tuurlijk. Nou, gelukkig heb ik nog een aquajet. Dus dat maakt niet uit. Hoppa. Azumarill. Putting in some work. Oh, ik ga dood aan mijn eigen live hoor. Nou, maakt niet uit. Ik heb toch nog domeinen ten. Oh, een Kingdra. Dat is lastig. Nou ja, misschien kan ik er wel aan. Superpower. Let's go. Ja. Yeah. Nee, net niet. Jammer. Nou, eens kijken. Oh, waterval. Jammer. Nou, dat ga ik niet overleven natuurlijk. Want ik heb één defense drop. Dus dat wordt hem niet. Jammer, ik wou net gaan zeggen. Wat nou als ik deze hele serie gewoon niet mijn Blissey hoefde te gebruiken. Maar ja, wel gebeurd dus. Jammer. Thunderbolt. Oeh. Jawel, dit overleef je wel toch? Ja. Met de Citrus. Geen probleem. Nu even killen. Thunderbolt. Kom op. No! Oh my god! Oh my god! Dit is tricky. Kom op. Kill me niet. Geen crit of iets. Kom op. Oh, dan wordt het toch ontspannend. Oh nee! Wat? Godverdomme. Kingdra. Nou ja, dat was de serie. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik niet. Maar ja, dikke faal. Dus ja, tot de volgende video. Doei.